Walrus op de Schelling, Miranda op de kermis en Torenpraat met Juri Lamers. Welkom bij het De Schelling TV-journaal van zaterdag 16 oktober. Eerst het korte nieuws. Vanaf vandaag is de cranberrypluk weer vrijgegeven voor de particuliere napluk. Wil je weten waar je kan en mag plukken? Informeer dan even bij de bessenschuur. Langs de Waddenkust is een nieuw kunstwerk opgedoken. Wat dat aangaat? Een verwijzing van een gevleugelde uitspraak van Joop Mulder. De kunstenaar is Mark van Vliet, die je wellicht nog kent van zijn kunstwerk De Streken, die in juni weer op het Wad wordt neergezet. Onze vuurtoren kreeg afgelopen week een nieuwe radar. Dit is natuurlijk een beste onderneming en dat zorgde voor veel bekijks. De radar is preventief vervangen, zodat het radarsysteem goed blijft werken en de veiligheid gewaarborgd wordt. Tijdens de herfstvakantie van 15 tot en met 24 oktober ligt Sleepboten Holland weer in de haven van Terschelling. Je kan dagelijks meevaren en er zijn ook nog andere activiteiten te boeken. Kijk voor meer informatie op www.guzien.nl. Afgelopen dinsdag kwam er een hele dikke badgast met snor de haven binnen zwemmen. Een walrus aan het eiland hoppen. Op 20 september was deze dame al op Schiermonnikoog gespot. Kort geleden in Harlingen en nu dus ook op de Schelling. Het is een dame die inmiddels een naam heeft. Roos uit het etymologisch woordenboek Odobenus Rosmarus, wat zeedier betekent. Een walrus voedt zich vooral met schelpdieren. Daarom ook de grote slagtanden om de grond om te woelen. Met de Japanse oester rondom de haven is er aan voedsel voorlopig geen gebrek. Walrussen leven op rotsachtige gebieden. Vandaar dat de keien in de haven een fijne plek zijn. En waarom het dier hier is beland, is totaal onduidelijk. Walrussen storen zich niet echt aan mensen, maar komen niet te dichtbij. Het zijn hoe dan ook wilde dieren. Ze kunnen verraderlijk snel zijn en ze zijn berensterk. Hoe lang Roos op het eiland blijft, is onbekend. Dat dit uniek is, staat vast. Michel ging even bij mijn vrienden in Pieterburen langs om een paar feiten te checken. We zijn hier in zeehondencentrum Pieterburen. En we zijn hier niet voor niks natuurlijk. We staan hier met Sander van Dijk, hoofd content en educatie van het zeehondencentrum. Jij staat hier al voor een afbeelding. Hè? De walrus. Ja. Hoe bijzonder is dat, dat een walrus zich vertoont in het Waddengebied? Ja, heel bijzonder. De laatste keer dat we in Nederland één gezien hebben is al meer dan 20 jaar geleden. En om de zoveel tijd komt er wel één voor, maar het is heel uniek dat we er nu eens zijn. Ja. Jullie hebben deze in 81 hier gehad, maar dat was niet zo'n succes, geloof ik. Nee, op zich wel een heel bijzonder iets natuurlijk. Ook heel bijna grappig om te zien hoe die walrus hier over het gras heen gaat met nog de bassins op de achtergrond. Maar in 81 werd walrus snorren hier opgevangen en dat heeft werkelijk waar één nacht geduurd, want hij klom overal uit, alle hekjes werden gesloopt. Dus nee, een walrus hier opvangen, dat is eigenlijk bijna niet te doen. Nee. Dus inmiddels is onze walrus, wij noemen haar Roos, maar ze heet ook Freya, geloof ik. En de Ieren hebben haar, geloof ik, ook weer een andere naam gegeven, komt er even niet op. Maar dus, ze krijgt gewoon elke locatie een nieuwe naam. Dat lijkt me heel mooi. Ja. Maar inmiddels is ze dus al weer uitgezwommen. Ja. Hoe groot acht jaar de kans dat ze weer terugkomt? Ja. Het is bijna niet te zeggen wat ze nu gaat doen. Maar als ze patroon blijft doen wat ze tot zover doet, en dat is om de zoveel dagen een keer ergens in de Waddenzee opduiken, ja, dan verwacht ik dat ze dus binnenkort weer ergens in de Waddenzee opduikt. Ja. Of het weer Ter Schelling wordt, dat is eigenlijk niet te zeggen. Dat zullen we zien. Ja. Maar tot zover is dat wat ze doet. Dus de verwachting is dat ze het weer gaat doen. Nou komt 85% van onze gasten komt terug, dus de kans is, is best groot. Ja, zo te zien beviel het er wel in Ter Schelling. Dus wat dat betreft.
Ja, want dat is ook zoiets. Ze was dus totaal niet geïntimideerd door haar omgeving. Nee. Kijk, walrussen zijn zulke grote dieren. Hebben eigenlijk weinig van andere wezens te vrezen, zeg maar. Dus het verbaast ons niks dat die walrus gewoon lekker blijft doorslapen. Dat is wat ze op dat moment dan ook nodig heeft. Van veel slaap, veel rust. En gaat ze vervolgens weer jagen. Dus nee, die is niet zo snel ergens van onderling. Nee. Nou is het gelukkig iets minder druk. Hè? Want dan krijgen ze zo meteen de herfstvakantie. Ja. Dus, maar... Dat helpt natuurlijk. Ja, nou ja, sowieso vooropgesteld enorme complimenten hoe het op het eiland is aangepakt. Eigenlijk meteen is het gebied rondom die walrus wel ruim afgezet. Dat is natuurlijk ook slim. Want ja, het is een groot dier en je weet maar nooit wat er gaat gebeuren als je echt dichtbij komt. Maar daarnaast is het voor het dier ook gewoon goed. Want ze kan ze doen wat ze kon doen. Uitrusten. Maar inderdaad, straks naar de herfstvakantie toe, als het wat drukker is, nou ja, dan hopen we dat dat, mocht ze er zijn, of waar dan eigenlijk ook, wel wordt volgehouden. Dat ze vooral die rust krijgt. En, ja, en die week kunnen we dan nog best wel een tijdje van haar genieten. Ja. Welke naam ze dan ook maar heeft. Ja, nou ja, net zoals we zeiden, hè, Roos, onze walrus heet Roos. Ja. Ja, het is natuurlijk beter voor haar dat ze haar eigen omgeving weer opzoekt. Ja. Ja, dus, maar het is in ieder geval een gezond beestje. Ja. En nou, ze heeft volgens mij wel een goede tijd gehad. Ja, zeker. Kijk, wat we nu hebben gezien is ergens in haar tijd in de Waddenzee, waarschijnlijk in Duitsland, is ze wel gewond geraakt. Dat valt veel mensen natuurlijk op. Ze gebruikt haar, als ik niet gezegd, voor flipper. Een beetje anders dan dat ze zou moeten doen. Dat komt door die wond. Maar onze dierenartsen, die ook wel ervaring hebben met walrussen, zien wel dat die wond aan het herstellen is. Uiteindelijk zal ze weer terug moeten naar huis. Ja. Hier naar het noorden, naar de Noordpool. Maar dat kan wel even duren, want voor walrussen is het normaal om lange afstanden te zwemmen. Normaal om ook op trek te gaan. Wat minder normaal om dat zo zuidelijk te doen, maar niet onmogelijk. Dus ja, op een gegeven moment zal ze weer teruggaan. Maar wanneer is eigenlijk niet te zeggen. Nee, ze heeft in ieder geval een leuke tijd gehad. Precies, ja. Mag ik je bedanken en wie weet tot snel op de Schelling. Helemaal goed. Ja. Woensdag was het een speciale avond op de kermis, Fright Night. Miranda ging een kijkje nemen bij de griezels. We staan op de kermis, het is woensdagavond. Achter mij is van alles te doen. Ze zijn nog eerst begonnen. En we gaan even een kijkje nemen. Hartstikke leuk, zoals 2 jaar geleden ook. Ik heb het gemist. We hebben het gemist, zo verder. Boobie. We zijn hier elke dag te vinden. In de bank en in de zweef. En nu ook met het griezelavond. Ja, nu zeker met de griezelavond. Het is niet zo spannend als 2 jaar geleden, maar we zijn wat ouder. Maar ze zijn weer goed gesminkt. Ja. Goed verkleed, hè? Oeh, ja. Ze hebben weer een best gedaan. Hoor je niet bij de walrus te zijn? De walrus is de haven uitgezommen. Dus dan moet je maar naar de kermis. Ja, dan kunnen we naar de kermis. Kan je nog mooi vertellen? Hij kwam over om haar dienst over te nemen. Toen ging die walrus weg. Hij schrok denk ik van jou. Ja, ik denk het, ja. Maar hoe is het op de kermis? Ik heb de behoorlijk naar mijn zin. Het is botsauto's, poesjes en schieten. Nou, veel plezier dan nog. Dank je. Wat vind je van de kermis? Heel leuk, maar nu vind ik het wel een beetje spannend. Want ze gaat steeds achter ons aanrennen. En je bent er nog niet bang voor? Nee. Beetje, ja. Wat is het heel bang? Wat gaan we doen? We gaan een griezel laten schrikken. Je moet wel weten waar ze zijn. Heb jij een idee? Nee! Gaat het wel goed? Ja, met jou? Hoe lang doen jullie dit?
nou weet ik eigenlijk niet dat het voorbij is. Ik vind die echt grappig. Oh nee, is het ook niet. Je moet schouder. Wow. Dan heb je het teruggepakt. Het idee was leuk, Miranda. De uitvoering is een nul. Hoeveel geld heb je er al in gegooid? Ik zit net te bedenken dat als we er heel veel geld tegelijk in gooien, dat het misschien dan beter gaat. Maar dat weet ik niet. Maar hoeveel? Ik had mijn terugkeer op de Schelling TV iets positiever ingeschat dan dit, Miranda. Niet als een gokverslaafd, hè? Nee, zeker niet. Tot zover dit interview. En natuurlijk ook deze week weer een torenpraat. Deze keer loopt Juri Lamers mee door de Torenstraat. Torenpraat. En deze keer lopen we met Juri Lamers. Juri, welkom. Goedemiddag. Hi. Juri, het is wel duidelijk. Jij werkt als boswachter hier. Ja. Dat kun je wel zien. Dat hoef ik nooit uit te leggen, dat is wel fijn. Dat scheelt dan weer. Wat doe je zo in het dagelijks leven? Jongens, dat is Hessel achter de camera. Ja. Je werkt hier nu als boswachter. Was je al eerder op het eiland geweest voordat je boswachter werd? Ja, ik heb hier echt, ik denk al 10 jaar lang excursies gegeven op het wat in de zomer en op het strand. Dus dat was voor de Waddenvereniging, dat was meer een beetje een studentenbaantje. Vrijwilliger al wel. Ja. Maar dus ik heb de zomers hier veel doorgebracht. En dat was jouw eerste aanraking ook met het eiland? Ja, daarvoor wel eens op vakantie geweest of zo. Maar dat ging altijd naar Vlieland eigenlijk. Oh, het verkeerde eiland, hè? Heb ik ook gewerkt trouwens. Maar dat heb je wel goed gemaakt door hier te gaan werken. Ja. Dus, ja. Dus je bent begonnen bij de Waddenvereniging met de Waddenexcursie, met de WEX is dat? De WEX, ja, klopt. Hè, die excursies zijn er nog steeds. Ja. Dus dat is, ja. Maar dan op een gegeven moment is er een vacature voor een boswachter. Ja, eigenlijk ook niet. Oh. Het was zelfs zo, ik liep stage bij Staatsbosbeheer, via mijn opleiding. En toen bleek na die stage, ik had wel een beetje genoeg voor mijn opleiding. Dus daar ben ik toen mee opgehouden. Ik had al een andere bos- en natuurbeheer, had ik afgerond. En toen kon ik dus hier zo op het eiland nog wat extra uren gaan maken als ZZP'er. Nou, uiteindelijk vanuit dat ZZP-gebeuren ben ik uiteindelijk ook dus echt in dienst gekomen. Ja. Dat is alweer 11 jaar geleden of zo. Dus je woont al een behoorlijke tijd op het eiland? Jazeker, ook al 11 jaar nu. Dus, hey, en als boswachter, ik denk dat dit wel een van de mooiste plekken is om te verblijven. Ja, dat zeker. Je hebt een aantal topgebieden eigenlijk qua natuur in Nederland. Hè. Bij Staatsbosbeheer dan, hè? Ja. Wiesbos, Veluwe. Ja, collega's van mij die vinden ook allerlei andere gebieden heel mooi, maar Schelling dan ook natuurlijk. Je hebt hier natuurlijk heel veel. Ja, je hebt alles en allemaal aan gesloten. Mijn collega's die aan de wal, die hebben heel vaak postzegels. Hè? Een lijntje daar, een bosje daar, houtsingeltje hier. Dus die hebben het heel versnipperd. En wij hebben gewoon alles. Het is één aaneengesloten natuurgebied. Ja, en ook heel groot, want ongeveer 80%. Ja, 80% van het eiland. Maar in totaal iets van 9000 hectare, dus dat is wel heel groot. En je hebt er gewoon een werelderfgoed bij ook nog. Ook nog, ja. Die je op je duimpje kent. Ja. Hey, wat is nou voor jou dan het meest bijzondere plekje op het eiland? Wel de Bosplaat. Bosplaat. En ik vind ook vooral in de winter bij het Amelander Gat een beetje rondstruinen en zo. Ja. Hè? Dus zet ik de auto dan ergens bij de begin van het Cupidospoor neer. En dan gaan we helemaal rondlopen door het Jaardenkop en 4 duintjes en zo. Ja, dat is super mooi. Kom je niemand tegen? Ja. Ja, het is hartstikke wijd. Ja, ik vind dat vind ik heel mooi. Dat is echt wel een. Dan moet natuurlijk niet alles en iedereen nu naar de Bosplaat gaan. Nee, want ik zeg ook de Tjaardenkop, maar bij eilanders weten wel wat het is, maar toeristen niet. Ik heb ook geen idee. Nee, dat dacht ik al. Hessel misschien wel trouwens. Maar dat, En de Bosplaat is natuurlijk sowieso heel bijzonder, want het is natuurlijk ook de eerste dag skypark van Nederland. Ja. Dus volgens mij moeten wij die natuur die we hier hebben echt heel erg koesteren. Ja. Want het is echt een heel belangrijk punt ook, wereldwijd gezien natuurlijk. Zeker weten. Nou ja, nu ook. Hè. Het is trektijd. Er zitten alweer 10.000 strandlopers en zo op de Bosplaat, bij die hoogwatervluchtplaatsen. Dat is hartstikke mooi. Het is fantastisch gewoon. En ik denk dat we met z'n allen zullen zuiniger moeten wezen. Ja, dat zal ook zeker zijn. Ja.
noemen we ook. We zijn alweer aan het eind. Het gaat echt snel, hè? Ja, de Torenstraat wordt niet langer. Nee, 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 die wordt niet langer. Dus ja, dat is ook, nou ja, goed, dat is ook de charme van het item. Ja. Als we inmiddels aangekomen zijn bij het Wakend Oog, krijg je een dilemma. Dus... Naar binnen of... Nee, oh. Dat zou ook een goede kunnen zijn. En je krijgt een cadeau, maar het cadeau hangt nog bij Hotel Nap. Een cadeau zelfs. We moeten weer teruglopen. Ja, we moeten weer teruglopen. Nee, je krijgt zo meteen het cadeau. Oh, ja. Dus, dat hangt nog aan een paal bij Hotel Nap. Dus ik had er de mensen om laten hangen. Ja, vast. Dus dat geef ik je zo meteen. En dat nemen we zo gewoon nog even extra op. Ja, ja, ja. Dan is het einde, dilemma Oost of West. Wat vind jij het mooiste op het eiland? Ja, het eerste deel van die 11 jaar heb ik om Oost gewoond. En dat vind ik toch ook wel, het heeft allebei wat, maar om Oost vind ik het toch ook wel heel mooi. Ja, dus ja. Waar kies je voor? Op dit moment op West, maar als ik uiteindelijk zou kiezen van waar ik mijn huisje neer mocht zetten, dan denk ik toch een stukje om Oost. Ja. Toch een stukje om Oost. Ja. Dus als je naar de toekomst kijkt, zeg je Oost. Als ik genoeg geld heb, wel. Nou, voorlopig dus West. Dus voorlopig is het nog West. Nou ja, dan moet je naar West natuurlijk. Dan loop ik richting Oost. Ja. En dan, als het dan in de toekomst toch wat beter wordt, dan kun je naar Oost lopen. Ja. Dus nou ja, dan doen we dat zo. Dus jij mag die kant op, wil ik je bedanken. Ja, jij ook bedankt. En je krijgt nog een cadeau dus. Ja, tot zo. Tot zo. Jury, inmiddels weer terug van West en Oost. Ja, want ja, het cadeau was vergeten. Ja, ik heb een, ik dacht wel een passend cadeau. Dat is ook een beetje keuze voor Oost of West. Omdat je er toch eigenlijk tussenin zat. Ja. T-shirt met de paddenstoel erop. Nou, de bosplaat staat er ook op, jouw favoriete plek. Dus dat, ook nog. Het moest zo zijn. Ja, maar goed, ik dacht van dat we samen met Stadsbosbeheer natuurlijk die mooie actie hebben gehad. Mijn maat ook. Nou, ja, ik heb een beetje gegokt. Dus, ja, klopt wel. Als hij niet goed is, dan kun je hem altijd nog ruilen voor een andere maat. Dus, mooi. Dank veel plezier ermee. En bij deze... Ik wou zeggen tot de volgende keer, maar dat... Kom voor elkaar. Hey, dankjewel. Mooi. Hoi. Dit was het weer voor deze week. Heb je zelf een leuk idee voor een item? Stuur dan een mailtje naar info@terschelling.tv. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En wil je tussen de journaals door op de hoogte blijven? Volg ons dan op onze socials. Wil je het eilandernieuws op je deurmat? Neem dan een abonnement op Weekblad De Terschellinger. En dit kan via www.deterschellinger.info. Leuk dat je keek. Tot volgende week.